Beste vrienden, ik ga een titel kiezen. Gevaar voor afval in deze tijd. Van het geloof. En als wij afvallen van het geloof, dan gaat God andere mensen moeten pakken. Want God gaat nooit toelaten dat deze wereld zonder het geloof komt te staan. Maar we zijn in onuitgegeven tijden. Denk maar aan de situatie in Israël, daar ga ik nu niet over praten, maar kijk op mijn Facebook. Ik heb, in, ik heb een video gepost van Arjen Lubach. Een beetje ludiek, maar de situatie en de geschiedenis van heel dat conflict legt hij heel leuk, entertaining en correct uit. Zonder partij te kiezen. Dus doe dat. Kijk, vanaf vandaag ook, dus dat is zondag. Naar mijn video over Halloween. En die begint als volgt. Ah! Oké? Okay. Nu mijn preek. Ik moet terug naar Psalm 95. Soms is het zo duidelijk dat, dat er iemand is die mij drijft naar een bepaalde tekst. Ben ik dat? Is het de macht van de duisternis of is dat God? En als je dan een beetje langer wacht dan zit je. God God is toch wel speciaal. En zo werd ik een tijdje gedreven naar Psalm 95. En dat is een handleiding, heb ik gezegd toen, voor, voor ons als kerk. En dat begint, kom, laat ons jubelen voor de Heer, juichen ter ere van de rots, onze Heils. Laat ons met lofgezang voor Zijn aangezicht komen ter reden van hem juichen bij snarespel. Want de Heer is een groot God, een koning. Dat moet elke... de insteek zijn. Of dat je nu je vrouw kwijt bent of kanker hebt, of wat dan ook. Of moet kijken tegen de kop dat je niet kunt uitstaan. Als je hier binnenkomt, it's magic, maar van boven. En God wil dat je kijkt naar de eerste kerken en al. God wil dat als je hier binnenkomt, en moet terug aan Chris en Nancy denken. Toen de kerk terug openging na de sluiting van corona, kwamen zij getuigen dat al die tijd zij altijd maar negatieve gedachten kregen over mij, over de kerk. En ze komen binnen en zoef, dat is weg. Dat is the Holy Spirit. En de Heilige Geest, ongeacht hoe jij je voelt, die is hier. Het is aan ons om, en dat is geloven, je moet niet op je gevoel afgaan, je mag wel je gevoel communiceren. Dan zeg je, heer, ik voel me verschrikkelijk, maar prijs uw naam, want ik weet, jij zegt God. Dat. dat moet de insteek zijn om hier een sfeer te hebben die in de lucht aanwezig is, maar die wij door onze beslissing en onze daad geloven is doen. Lofprijs. Jacobus zegt geloof zonder werken, no use. He, en dit is nog eens een vermaning of een bemoediging om als je hier ziet, ja, met de mondhoeken naar beneden, van te zeggen, ik ga goed loven en prijzen, dat is geen komedie. Je doet dat op basis van wat je weet. En dan komt er verandering. En dan zetten we de deuren open voor de werking van de Heilige Geest. Dat is deel 1 van Psalm 95. Deel 2 is, een stap verder, treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen. Knielen voor de Heer onze Maker, want Hij is onze God en wij zijn wat? Het volk dat Hij wijdt. Ik heb dat gecorrigeerd. Dat Hij probeert te wijden. De schapen, de muttes van zijn hand. Dat is stap twee. Dat is een moment en dat moeten we leren. Want dat werkt nog niet. Zoals het behoort. Maar it takes time. Tweede stap is... Hè, je kunt dan een getuigenis hebben of zoiets bemoedigend zoals vandaag. Een beetje lang, maar goed. Um, maar, nee, nee, bemoedigend. Maar dan moeten... Moeten, ja, moeten is een lelijk woord. Maar als je wilt... God is God. En hij heeft een setting gecreëerd. De tweede stap is dat je... Ja, je mag van mij part op je knieën gaan knielen. Ik ken kerken waar dat ze dat doen. Maar dat is puur religie. Hè? Dat is om, om, om te tonen... Zie, wacht, ik ga het ook doen. Oké. Okay. Pas erin. Halleluja. Ben ik nu heiliger dan jullie? Sowieso, maar... Ik bedoel, God wil een stap verder en doorgaan naar onze toestand versus Zijn heiligheid. En daar moeten we nog toe komen. Niet dat we ons echt min moeten voelen, want ik heb, ik heb het afgeleerd op Facebook om discussies te doen. Ik heb wel deze week één Hollandse madame een antwoord gegeven. Die had een video gep gepromoot, gepubliceerd. En daarin zei ze: Goh, wij zijn prachtige mensen. Wij zijn geweldig. En ik heb me gezegd: Vind je dat? En ik heb daarop geantwoord. Zij gaf een totaal foute theologie aan. Zo van: Ja, maar je moet je niet schuldig voelen voor niks. Wij zijn prachtig, want wij zijn totaal vernieuwd. Door God en bijbelteksten citeren. Je zegt, mevrouw, dat is niet waar. Je draait de mensen een rat voor het oog. Ik zeg, maar je moet niet verder antwoorden. Voor mij is Facebook gewoon even hier ook een medium om mijn mening te geven. Zeker op dit soort valse theologie. En Klaas van Denderen heeft ook gepost in die periode, want het kwam ook van Holland, dat hij het kotsbeu is eigenlijk. Iedereen weet het. Beste vrienden, gevaar voor afval. Daarmee zit ik meteen in deze sfeer, want het woord van God is een belangrijk fundament. De Kerk, het woord van God, Jezus de Heilige Geest. Maar het woord van God vandaag is waanzin, via die media. Dus wij zijn achter de schermen in een vergevorderde fase voor begin volgend jaar die training en coaching sessies op zaterdag met fundamenten van het geloof. En daar mag dat is interactief. Maar dat is nodig, want, want daar begint het. Okay? Maar goed, op Psalm 95, de structuur voor als we willen God zien werken. En dan gaat God ook de deur openzetten voor de Heilige Geest. Bill Johnson, voorganger van Battle Church, iets groter dan onze, onze kerk. Hoeveel uh, man zou dat zijn? 50.000? Nee, maar wereldwijd. Hè? Ik bedoel... Bill Johnson zegt de Holy Spirit. Dat is een hele slimme mens. Ik heb trouwens mijn IQ laten testen deze week. Ik stel voor dat we een wedstrijd uitschrijven. Degene die exact weet wat mijn uitzag is, die betaalt ik, ik stekvriet. Oké? Okay? Het is tussen 0 en 180. <laughs> maar, beste vrienden... Dat was ik aan het zeggen. Als we hier de heerlijkheid van God willen zien. En de heilige geest opnieuw aan de gang zetten. Daar kunnen wij voor zorgen. Psalm 95. volgt dat stramien. Dat is geen wetticisme. Dat is systematiek van God. Ja? Dus eerst, je mag er gerust van zijn. Hoe dat je je ook voelt. En je moet je gevoelens niet wegsteken. Maar je moet niet stoppen. En niet loven. Niet prijzen. Omdat je slecht voelt. En daar zit natuurlijk een angel onder het gras, want het kan zijn dat je bitter bent. tegenover God, over de kerk, over de tegenslagen, over de miserie. En daar, daar komen we tot de essentie van mijn preek te zien. Waarom? Ik doe dat opzettelijk. Dan hebben de mensen toch mijn eens gezien. Beste vrienden, daar zit een angeltje onder het gras, want vele mensen vandaag zitten met bitterheid. En frustratie, gelovigen ook. Ja, waarom zijn we kwijt wie we kwijt zijn? Frustratie. Allee, voor de slimme mensen. Waar, van waar komt frustratie? Ik zal het zelf zeggen, want dat ik u... Frustratie komt door een onevenwicht tussen uw verwachtingen en de realiteit. Mooi, hè? Nee, stop. Och, hij is weg. Hè? Het punt is, in, ik wil in één beeld geven dat de mensen direct vatten... Ah ja. De verwachtingen, gebaseerd op wat wij geloven dat God belooft, hè, en de realiteit. En daartussen zit een hele waaier van verdriet, bitterheid, boosheid, Ontgoocheling, ja, en dat is gevaarlijk. Denk aan Caïn en Abel. Caïn was ook niet content. We weten niet wat dat hij misgedaan had, maar God zegt: "Hey Caïn, waarom is je gezicht betrokken? Indien jij goed handelt, mocht jij uw hoofd dan niet omhoog houden. Maar indien jij niet goed handelt, en ik zeg het nog eens, niet goed handelen is geen zonde, maar is de brug naar duisternis en afval." En zonde. Maar indien gij niet goed handelt, dan ligt de zonde aan uw deur, over wie jij moet heersen, maar wiens begeerte naar u uitgaat. Weet je wat het gevolg is? Als je bitter bent, ontgoocheld, verdrietig, naar waar loopt u? Waar loopt u naartoe als je ontgoocheld bent? Naar de fles? Naar porno? Ruzie maken? Kan iemand zeggen: ja, dat kennen we van u. Waar loopt u naartoe als het niet goed gaat? Daar zouden wij moeten kunnen opzeggen. Ik smijt mij op grond. En ik ga niet zeggen dat ik altijd naar God loop. Maar ik heb, zo heb ik het geloof geleerd. Dat is. Op de grond. Echt hè? Op de grond. En de zeven uit mijn mond. En op laatste poeming in slaap vallen op mijn knieën. Maar goed, in die momenten. In die momenten ziet hij. Gevaar voor afval, cain en nabel. Let op bij frustratie dat je niet de verkeerde toevlucht neemt. En als je het toch doet, zorg dan dat je terugkeert, vergeving vraagt. Want God is getrouw. God is genade. Maar blijf niet volharden in je verkeerde wegen. Indien jij niet goed handelt, gaat het de brug over naar zonde en afval en verachtering. Punt aan de lijn. Gevaar voor afval. Psalm 95, deel 1. Een algemene les. Come on, get up and move. and on up. Moving on up higher. Wie kent dat liedje? Niemand. Van wie? The Mighty Clouds of Joy. Ik ben dj geweest en een goeie. Hé, hey, gasten, een goeie, hè? En dat was een nummer dat ik draaide in de Bonaparte. Dancing. Moving on up. The Mighty Clouds of Joy. wist wist ik veel dat dat christenen waren. Mighty clouds of joy. Moving on up higher. Dat was gewoon puur een praise nummer. En ik mag geven, jong. En proberen de meisjes te verleiden. Ik kon dat met mijn ogen. En zelfs zonder. Maar goed, dat is voor Halloween. Ja? Psalm 95. Dat is een handleiding voor ons. Laten we dat in praktijk brengen. En vrijmoedig worden. En geloven dat God... U kiest, u, u, met al uw negatieve kanten. En... Maar daar gaat het niet over. Daarvoor is Jezus gestorven. En ben ik hier om, op om, om van mijn orde te maken. En is het woord van God daar. Maar ga door. Move on up. En het tweede is, laat ons toetreden. En dan mogen u moedigen bij God. En zeggen: Heeren, wie zijn wij? En niet afkomen met die evangelische fabeltjes. Gij zijt een parel van God. Ja, ja, ja. Maar die parel moet serieus geschaafd worden. Maar dat bedoelen ze niet. Oh, wat zijt het mooi? In Nederland, in alle evangelische kerken, zijn geen zondaars. Dat zijn allemaal mooie mensen. Ik val in herhalingen. Er waren zoveel mooie mensen. Dan denk ik, al krapul zit in Vlaanderen. Psalm 95, beginnen, lofreis. Dan, en dan moeten we bewust beslissen: just do it. Don't quit, shift. Jullie redden. Gods kerk door de Heilige Geest. En u, input. Dan is het treed toe. Laten we ons verootmoedigen. En dat is wat God wil. In plaats van. Grote gebeden te doen, zeggen: Heren, haal ons hieruit. Haal ons uit die duisternis. Je moet niet alles, je intiemste dingen, in de lucht gooien. Hè. Maar je kunt dat ook met een beetje wijsheid en zeggen: Heren, help, help mij hieruit. Help mij uit mijn koppigheid, mijn ongezeggelijkheid, mijn weerspannigheid. Mijn, mijn... Je kent toch stilaan uw, 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 uw foute kanten. En de grootheid van God. Dus verplicht hem om wonderen te doen. En vernedert u onder de machtige hand van God, en Hij zal u verhogen ter zijner tijd. Jacobus.